Dit pakketje is zojuist bezorgd. Dat is best gek, want ik heb helemaal niks besteld. Het zal erin zitten. Oh, kijk. Het komt met een brief. Beste Jor, super tof dat je de meest gewilde merken gebruikt voor je Frog-video's. De line-up van vorig jaar was erg indrukwekkend. Indrukwekkend? Bedoel je die 9 merken en die 12 soorten? Dat was niet indrukwekkend, dat was onmogelijk. Wat van mijn hart moet, is het feit dat er een merk ontbreekt dat ik je nooit heb zien gebruiken, maar een grote fanbase heeft. Daarom wil ik je vragen of je deze wilt gebruiken voor je line-up voor dit jaar. Ik doneer je deze Frogs en ik hoop dat ze je veel actie mogen opleveren. Groetjes. Ah, zo kom je nog wel eens aan een kikkercollectie. Ik ben benieuwd. Wat is dat? Is er een stinkdier binnenste buiten getrokken of zo? Wat is die lucht? Komt uit die doos. Wat is dat, joh? Wie zit met deze doos met stront? Dit vraagt om drastische maatregelen. Was het maar stront, dan had ik er tenminste nog wat aan. De Savage Gear 3D Frog. Savage Gear staat de bom bekend dat ze 3D-scans maken van beesten. Moet je dit zien. Ooit een kikker gezien die er zo uitziet? Als je ogen konden kotsen, dan deden ze dat. Wat is dit? 3D realism and details? Yeah, right. Hier, zie je dit? Savage Gear. En dit hier? Dat is de Evil Stamp of Death. Er is no way dat ik dit ga gebruiken voor mijn aankomende kikkerseizoen. Oh nee. Ik gorgel nog liever met nijlpaardendiarree dan dat ik met dit ga vissen aankomend seizoen. Echt gemeen. Wat is dit? Hey. Dit is de Hop Walker Frog van Savage Gear. Dit voelt goed. Dit voelt degelijk. Goed kleurtje. Dit ziet er echt daadwerkelijk gewoon goed uit. Wat zou er mis kunnen gaan? Stomme vraag. Het is Savage Gear. Hey, er is maar één manier om erachter te komen wat dit gaat doen. Ik zou zeggen, op naar de waterkant. Laat hem eens proberen. Zo, aangekomen aan de waterkant. Ik heb een klein windje, op zich nog niet zo'n ramp. Je kan het vast en zeker wel horen op de audio. Sorry daarvoor. In ieder geval, ik ben aangekomen bij dit schitterende slootje. Dit beekje als het ware. En ik ga het proberen, jongens. De Savage Gear Hop Walker Frog. Ja, het is toch wel een vraag wat bij mij opkomt. En dat is dit niks anders dan een drol versierd in een cupcake versiering? Want hij ziet er schitterend uit. Of is dit een hele goede kikker? Nou, ik neig toch, en ik haat het om het toe te geven, naar het tweede. Want dit voelt echt op en top degelijk. En ik hoop dat ze geleerd hebben bij Savage Gear hoe ze een goede kikker moeten maken. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb deze eventueel ook nog in een, geloof het of niet, in een popping variant. En ook daar ben ik erg benieuwd naar. Ik weet niet of ik dat in één video ga plaatsen of dat ik die apart ga doen. Maar de kikker neigt echt wel hetzelfde, behalve dat hij een heel klein poppensnuitje heeft aan de voorkant. Hoe dan ook, ik ben er nou toch. Ik ga hem opspelden. We gaan eens even kijken wat hij doet. De Savage Gear Hop Walking Frog is met zijn 5,5 cm en 15 gram een soort lilliputter, maar dan met obesitas. Ondanks zijn formaat is deze frog vrij zwaar en hij laat zich daardoor verrassend goed in Walk the Dog inhalen. Ik moet zeggen, het effect is redelijk minimaal, maar het kost weinig moeite om de techniek toe te passen. En ik moet dan ook zeggen, dat is echt geen slecht begin.
Natuurlijk, het is geen Zeeman Leapfrog of een Norris NF60. Het is en blijft een Savage Gear product. Het kleurenpalet laat echt helemaal niks te wensen over. Deze kikjes zien er zeer degelijk uit en de hook exposure belooft wel wat. Het materiaal voelt wat stug, maar ik ga ervan uit dat ze wel wat snoeklappen kunnen overleven. Ik heb er ook een poppenversie van, maar ik neem het woord poppen niet al te serieus, want echt poppen doet hij niet. Hij laat echter wel een mooi spoor van belletjes achter. Deze Popping Frog is tevens, net als de normale variant, vrij gemakkelijk in de finesse te krijgen. Het is echt niet te geloven, maar ik ga het toch echt zeggen. Dit voelt en vist naar behoren. Deze kikkertjes voelen gewoon goed. Hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? Een 7 keer topwatertje dat geen troep is? Is het ze dan gelukt? Ik wil te zeggen dat 7 keer topwaters op het algemeen gewoon een dikke middelvinger is naar de consument. Zoiets van, alsjeblieft, hier is een tot kikken gekneden drol. Oh, en je krijgt er ook nog een trailerhaak bij. Met andere woorden, fuck you. Ik ben nog steeds van de rel. Ik bestempel de Sexy Frog als de allerslechtste frog aller tijden. Maar dat ding was zo'n striking. En zoals elk merk wel eens heeft, is dat ze een verkeerd product uitpoepen. Maar Savage Gear, dat is een geoliede machine. Die drol naar drol uitschiet. Zoiets als een drol. Ik ben gewoon onder de indruk. Hoe doen ze dat toch elke keer? Maar blijkbaar niet met de Savage Gear Hop Walking Frog. Ze hebben gewoon een topwatertje gemaakt dat mij wel kan bekoren. Deze gaat absoluut mijn line-up in. Ik ben benieuwd wat de volgende frog zal zijn in mijn line-up. Tot de volgende keer. Tot later.